een van de redenen dat Franse boeren flink pissig waren, is dat de melkfabrieken, vooral de coöperaties, op het moment lopen te leuren met contracten. In plaats van je geeft je melk aan de melkfabriek en je krijgt er geld voor, willen ze dus nu een contract afsluiten, dubbel quotum, dubbele prijs. Functioneren is dat er 70% van het quorum, van het huidige quorum, wat er als interne melk aangegeven, dus interne melk, dat wil zeggen voor de Europese markt, en 30% is de vrije markt. De melkfabrieken zeggen dan al 70% van die melk die wordt goed betaald. Dat is dan naar hun maatstaven goed waarschijnlijk. En 35% dat is al wel hoog, vinden ze op het moment. En dat is behoorlijk structureel dat ze dat vinden. En de 30%, daar kunnen ze mee doen wat ze willen. Dat wordt dus geen verkocht. 70% die 32, plus 30% die 15, dat is geen goed gemiddelde volgens mij. En daarbij is het zo dat die contracten, dat is een pure integratie. Dat wil zeggen, een contract wordt gesloten. Daar staat in dat je alle melk moet leveren aan de melkfabriek. Dat je krachtvoer moet kopen bij die en die coöperatie. Dat je volgens die en die richtlijnen je land moet bewerken, dat je bijvoorbeeld lijnzaad in je rantsoen moet doen, want dan komen omega 3 komt er in je melk en dat kunnen ze met een beetje reclame weer goed verkopen op de markt, enzovoort enzovoort. Ik weet niet of we daar heel blij mee moeten zijn. Ik denk dat het vrije ondernemerschap op dat moment dat je op je buik moet schrijven. En dat is iets wat de Franse landbouwmeester erg wil promoten. Hij wil daar samen met de FNSEA zijn ze daarmee aan het werk. Dat is de overlegbasis waar ze nu mee bezig zijn. En hij wil dat systeem in Frankrijk invoeren, denkend dat een Franse oplossing, een deeloplossing van de melkproblemen mogelijk is, wat dus absoluut niet het geval is. Er is alleen maar een Europese oplossing mogelijk en geen Franse oplossing. Nog een Nederlandse oplossing, nog een Duitse oplossing.